Luitenant Gronk, stel je teams aan. Dan gaan we beginnen. Ja, mevrouw. Maak je klaar, stelletje apen. Luif alle aan. Hou je vast, Grinstaart. Val aan! Mijn huis binnen. Ik zorg ervoor dat het recht zegeviert. Recht? Ik ben hier het slachtoffer. Ik verdedig mezelf tegen dieven. Lijkt er meer op dat je deze man probeert te vermoorden. Deze man, dat weten jullie toch, is Sly Cooper. Je bent zo doorzichtig als dat je bekrompen bent. Cooper is een misdadiger. Ik ben hier om hem en alle overtreders in te rekenen. Ik ben geen overtreder. Het was zelfverdediging. Laat eerst Cooper los. Dan praten we verder. Sorry, mevrouw de agent. Ik vertrouw je voor geen cent. En ik doe veel, heel veel voor centen. Grijp en verpletter die vrouw. Vermorzel haar botten en gooi haar in zee waar niemand haar meer zal vinden. En nu zoek die staf. Ik kan niet geloven dat die idioot hem gewoon naar me toe heeft gebracht. De gek. Hij is net zijn vader. En net zo dood. Sly, hij is hier. Ademt hij nog? Hij leeft nog. Hou vol, makker. Het komt weer goed. We nemen je mee naar het schip en lappen je weer op. Sly haalt het. Maar hij heeft een flinke klap gekregen. Als hij weer gezond was, zou hij vast en zeker willen dat we zijn familiestaf zochten. Gewoon dat ding grijpen. Spring erin, zwem er naartoe en pak het beet. Cool, hè? My main man, bro. Dat zou wel al te gemakkelijk zijn. Dat is een elektromagnetische boei. Dr. M heeft die overal rondom het eiland uitgezet om naderende metalen boten te vangen. We hebben geluk dat we hier in een houten boot zijn gekomen. Ze heeft gelijk. Te dichtbij. En je duikuitrusting blijft aan de magneet hangen. Dat is een uitstekend idee, Guru. Jij bent het enige teamlid dat geen metalen uitrusting draagt. Als je een aantal lokale haaien kunt paaien om mee aan te vallen, zou de boei wel eens kunnen breken. Hoor dat haai? Spring op de haai en bezweer hem. Je hebt een rietje naar de rest van de school nodig. Je moet van haai naar haai springen om ze allemaal te hypnotiseren. Nadat je bevriend bent met ze, volgen ze je overal. Leid de school haaien naar de... Het lijkt erop dat Dr. M een automatisch marineafweersysteem heeft geïnstalleerd. Prima werk. Zoek nog meer haaien en blijf doorgaan. Ja,
Oké, Guru, de staf is nog niet verloren. Wij hebben een duiker in het team. Weet je nog? Ik vraag Penelope om Dimitri voor te bereiden. Zo moet je niet denken. Niemand had die stap van de magneet af kunnen krijgen. Je bent een aanwis voor het team. Maar zonder je haaienvriendjes. Die maken me nerveus. Bentley zorgt voor Sly. Hij wil dat ik je klaarmaak voor de missie. Oei, de schildpad vraagt om de scuba. Dan ben ik er, baby. Dimitri, pur natuur. Jouw plannetje werkt perfect. Mijn plan om jou alleen in een badpak te krijgen? Geef nou maar toe, mijn schat. En wees eerlijk. Dit zijn gevaarlijke wateren. En ik ben een grote, sterke, macho kerel. Oké. Ten eerste, stel je niet zo aan. Ten tweede, ik meen het, stel je niet zo aan. En ten derde, spring in dat water en zoek de staf van Sly. Het is de sleutel naar de koeperkluis. We mogen hem niet kwijtraken. Pittige taal van zulke zoete lippen. Ik duik, mijn schat. Ik duik. Uit liefde. Snel, grijp de staf. Ik zie dat een paar schepsels van Dr. M er naartoe zwemmen. Die smerige achterbakse schoft. Ik had hem in een hoek gedreven, maar hij vloegde, schat. Vloegde. En nu heb ik niks. Je was geweldig. Alleen tegen het beest. Opgesloten in een ondergrondse grot. Wat dacht je van een koes voor Monsieur Magnificento? Mijn lippen zijn warm, zoals brood uit de oven. Rustig aan. Vergeet je niet regels 1 en 2. Die allebei zeggen je niet aan te stellen? Allebei voor mijn magnificens. Jong, jong, we doen al. Ik ga kijken hoe het met Bentley gaat. Jij veel plezier met jezelf. Ik ben super duper efficiënt, baby. In bed moeten liggen na die aframmeling. Nog een klap op je hoofd en je hersenen spatten uiteen.
Maak je geen zorgen, ik voel me prima. Heeft Dimitri mijn staf gevonden? Nee, dokter M heeft hem te pakken gekregen. Dan moeten we gaan. Je gaat nergens naartoe, vriend. Elke poging om naar dokter M of de Cooperkluis te gaan is onmogelijk met deze radartorens die zijn gekoppeld aan de raketkoepels. Wacht even, Penelope, heb jij gedaan waarover we het hebben gehad met je radiografische auto? Ja? Oh, nou snap ik waar je naartoe wilt. Dat gaat lukken. Schakel de tankjes uit, tap hun energie af en vernietig de matrix van de torens. Perfect! Laat je auto los op een tankroutepijp. Ik wil niet al te zeer laten blijken dat ik er niks van snap, maar waar hebben jullie het toch over? Uitleggen zou te veel moeilijke woorden kosten. Ik kan het beter laten zien. Laat maar zien dan. Panda Koning, kun jij mijn radiografische auto naar die pijp schieten? Ha! Met vuurwerk! Vlieg die als een vogel. Vliegen als een vogel! Oké, mijn liefste. Prinses van de elektronische overheersing. Tijd om de boel op zijn kop te zetten. Gebruik de L2-toets en de R2-toets om de stoters van je auto te activeren. Laat het bewakingsdekje van de baan af met je stoters. En raap een energiebal op. Als je genoeg hebt, open ik de steekplank naar de radar. Radartorens zijn uitgeschakeld. Penelope, je bent geweldig! Met de geleiderraket uit de weg maken we een kans om het luchtruim op te eisen. Ik doe mee. Lang genoeg gerust. Weet je het zeker? We vechten om mijn erfenis. Dus denk je dat ik aan de zijlijn wil toekijken? Begrepen. Het dubbeldekvliegtuig is niet getest. Maar zou je in de lucht moeten krijgen? Het zal niet meevallen daarboven. Hier beneden toekijken hoe anderen voor mij vechten is nog erger. Om de koepels uit te schakelen moet je de sensorbank vernietigen. Die komt alleen korte tijd bloot te liggen nadat een raket is afgevuurd. Goed geschoten. Mooi dat de Nederlandse die radarkoepels heeft uitgeschakeld. Anders zou ik nu zwart zien van de geleiderraket. Achter jou aan! Ze schilden zijn uitgeschakeld. Pak hem, voordat ze weer actief zijn.
is in de lucht. Zo goed, zo mooi. Het wordt tijd dat hij voelt hoe het is om tweede te zijn. Ik ben de heerser hier. Geen loopjongen meer. Dat ding lanceert verkenners. Je moet ze uitschakelen met je raketten. Maar je kan loskomen of je dokter hebt. Die zijn goed genoeg voor. Zoals je vader. Jij weet helemaal niets van mij of mijn vader. Echt? Wie heeft je verteld over deze plek dan? Was het soms mijn oude vriend McSweeney? Werkt McSweeney voor jou? Dit was allemaal gepland om de staf te pakken te krijgen. Nee, mijn jongen. Ooit werkte hij en ik samen voor je goede oude pa. Mijn vader zou nooit met iemand in zee gaan die de Cooperkluis zou willen beroven. Laat staan zijn zoon te vermoorden. De tijd doet rare dingen met mensen. Kijk maar naar de leider van jullie bende, Bentley. Bekijk het maar. We zijn vrienden. We staan op gelijke voet. Waarom heet het dan de Cooperbende? Arrogante egoïst. Zo is het genoeg. Kennis maken met je verleden. Bentley, ben je daar? Ja, vriend. Ik sta op het punt om de kluis in te gaan. En ik wil dat jij en Murray meekomen. We zijn een team, familie. We moeten dit samen doen. Oké, kom eraan, partner. Mooi. We zorgen ervoor dat de pandakoning de bus een boost geeft. Opzij, Sly. Dit wordt heftig. Het lont brandt. Zet je schap, Bentley. We gaan de lucht in. Ja, hoe? Dat doen we dus nooit meer. Deze plek is ongelofelijk. Ja, vast en zeker meer dan 100 jaar oud. Een archeologisch wonder. Fijn dat jullie onder de indruk zijn, want het ziet er naar uit dat ik hier alleen verder moet. Doe maar, Sly, deze plek is voor jou gebouwd. We houden de boel je wel in de gaten. Kon wel eens donker zijn daar. Mijn voorouders wisten wel hoe ze moesten inrichten. Enorme stapels goud. Deze plek is opgezet door Sly Tutankhamon II. Hij verwierf zijn fortuin in dienst van de grote farao's. Dat moet zo rond 1300 voor Christus zijn geweest. Sir Gallet van de Ridders van de Koepertafel. Illustre ridder en sluwe dief. Salim al-Kupar van Arabië. Men zegt dat hij de sluwheid van 40 dieven had.
De sterkste van de Koopers, Sleemec Cooper. Voor elk schot breken met één rake klap. De Ninja spiraallanding werd geperfectioneerd door Ryoichi Cooper in het feodale Japan. Henriette Eenoog Cooper heeft de zeeën van waar en piraten bestolen. Ik zal wel wat op haar lijken. Tennessee Kid Cooper leerde vechten langs de spoorlijn in het Oude Westen. Victoriaanse Londen was de thuishaven voor Thaddeus Winst. Naast hem die was Otto von Cooper een groots luchtacrobaat en monteur. Dat moet het werk van mijn vader zijn. Hoe moet ik hier doorheen? Hij heeft deze uitdaging gemaakt voor een beweging die ik nooit heb geleerd. Er staat niets over in de Thievius Raccoonus. Kom op, pa. Help me hiermee. Goed werk, pa. Dit moet het binnenste heiligdom zijn. Kon de Bentley en Mary dit maar zien. Doe maar, Sly. Deze plek is voor jou gebouwd. We houden de boel je wel in de gaten. Dit wordt de allerbeste slag die we ooit hebben geslagen. Denk eens aan die buit die daar moet liggen. Heb jij het gevoel dat je bij Sly altijd op de tweede plaats komt? Dat hij ons gebruikt als zijn hulpjes? Tuurlijk niet. Sly is cool. We zitten in hetzelfde schuitje. Tuurlijk. We zijn allemaal hier. Maar zijn we gelijk? Wie is de kluis ingegaan? Sly, helemaal alleen. Pas op! Hulpjes van Dr. M. Ze moeten de deur hebben geforceerd nadat we het slot hebben geopend. Bekijk het maar eens zo, Bentley. Als jij in die kluis zat en Sly en ik waren hier, wat zou hij doen? Dit ongedierte stoppen en zijn vriend beschermen. Inderdaad. En dat is wat ik ga doen. Hou je rustig. Ga opzij. Ik ga een boel koppen in elkaar rammen en ik zou liever niet per ongeluk die van jou raken. Kom maar op, kakkerlakken. Ik heb hier een paar harde vuisten voor jullie om op te kouwen. Pak haar. Dit lijken de laatste drie te zijn.
en kom er geen in. Ja, jullie zijn allemaal geveld en de Murray staat nog overeind als een totempaal van kracht. Ah, Murray, je bent veel sterker dan McSweeney ooit was. Dat klopt, punthoofd. Ik ben net een losgeslagen tientonner. Ik heb geen tijd voor een schreeuwpartij met een barbaar als jij. Kruis dan de degens met mij. Je zult merken dat ik de sterkere ben. Ik hoef niet tegen jou te vechten, Bentley. Jij en ik zijn hetzelfde. Ik neem aan dat jij de technisch specialist was van de vader van Sly. Jij kende de vader van Sly? Stil, barbaar. De grote mensen zijn aan het praten. Dat klopt, Bentley. Ik weet hoe het voelt om te werken voor iemand die je minder is. Het is geen geheim dat ik slimmer ben dan de rest. Maar er zit meer achter. Zoals? Zoals saamhorigheid. Saamhorigheid? Dat is wat hij je laat denken. Een manier om je in het gereel te houden. Nee, dat is wat ons tevreden en in leven houdt. Dat is waarom ik zal proberen om je te stoppen. En ik ook. Goed, Cooperbende. Ik heb het geprobeerd. Barbaar aanval! Deze kerel is sterker dan hij eruit ziet. Heb hulp nodig. Bentley, die standbeelden lijken wel oude bewakingsmiddelen. Misschien als je de schat bovenop eraf pakt. Ja, goed gedaan, Bentley. Maar dat was een zinloos gebaar. Volgens de zender die in de stad van Sly zit, is hij zojuist het heiligdom ingegaan. Ik kan met behulp van de positionele gegevens gemakkelijk langs de hindernissen komen. Die hal is alleen voor de Coopers. Misschien wordt het eens tijd voor mannen als jij en ik om dat te veranderen. Hij ontsnapt! Wat moeten we doen? Ik verzin wel wat. Geef me wat tijd. Weet je, Bentley? Wat? Je kan geweldige plannen maken. Bedankt, vriend. Dit is ongelooflijk! Geweldig! Hoe kon Thaddeus een vliegmachine maken in de 19e eeuw? Volgens mij doet hij het nog. Oh, hij werkt vast. Dr. M, mooi dat je dit allemaal gezien hebt. Ik weet dat je er naar uit hebt gekeken. Uitgekeken naar dit. En naar jouw dood. Kom op, moeten we niet eerst wat bik vechten? Ik praat alleen met mijn gelijken. En Bentley zei nee. Sly, dat moet ik toegeven. Ik weet niet wat er is gebeurd tussen jou en mijn vader, maar ik kan je zeggen dat het niet zo is tussen mij en Bentley. Je hebt misschien gelijk. Hij riskeerde zijn leven om je te verdedigen. Ik zou hetzelfde doen voor hem. Vreemd. Je vader was nooit zo'n goeie vriend. We zijn allemaal anders. Ik maak je deel van uit als lid van de Cooperlijn. Maar uiteindelijk ben ik gewoon mezelf. Niet Henriette, Thaddeus, Sly Tutankhamon, Ryoichi of mijn vader. Gewoon Sly. Alsjeblieft zeg, bespaar me je emotionele retoriek. Daar walg ik van. Jullie Coopers zijn een stelletje. Smerige, bloedzuigende dieven. Jullie allemaal dieven! Handen omhoog. Jullie gaan allebei naar de gevangenis. Goed om je te zien, liefje. Jij ook. Er speelt iets tussen jullie. Ik ben dan wel verslagen, maar ik zal je laten boeten. Niet haar.
veel iets aan? Oh, wat is er gebeurd?